Hey, welkom bij de maandelijkse boekentip. Ik ben Katja, ondernemerscoach en ik help mensen hun leven te claimen door hun missie te ontdekken, hun verlangen te ontdekken, daar ook echt naar te geleven en ja, hun geld ermee te verdienen met mijn Claim Your Business methode. Nou, deze maand wil ik jou absoluut dit boek aanbevelen, een cursus in wonderen. Het is een enorme pil. En het is ook enorm, ja, best wel intensief eigenlijk, omdat er 365 lessen in staan. Voor elke dag in het jaar staat er één les in die je mag gaan leren. En eerlijk gezegd heb ik nog niet alle lessen gelezen. Ik doe elke keer weer een poging in om te lezen, maar wat ik tot nu toe heb gelezen, dat heeft me gewoon geraakt. Dat heeft me echt het onderscheid tussen ego en liefde ontdekt en het helpt je enorm om je intuïtie ermee te verrijken. Dit boek leert je wat nu echt intuïtie is. Dus als je echt je intuïtie leert willen kennen, zonder oordeel in het leven wilt gaan staan, dan zul je dit echt gaan geloven. Want er wordt wel heel veel over God gesproken, dus daar moet je even doorheen lezen. Ik zelf geloof niet in een God. Dus ik moest er in het begin even doorheen komen. Maar nu weet ik dat die God in mij zit. En dat is gewoon die hele zachte stem in je. Dat is die stem waarmee je geboren bent. Het is die stem, het is die liefde. Het is als jij wordt geboren en kijk maar naar kleine kindjes, dan ben jij liefde. Dan heb je nog geen filter van sociale regels of oordelen. Dat heb je nog allemaal niet. Je bent zo open als wat. En dat zijn we van nature. Alleen we leren het af. Er komt een ego bij die weer gaat voor angst, voor status, macht, jaloezie, al die emoties. Maar de andere kant, wat diep binnen ons zit, ja, die gaat voor liefde. Die gaat voor samenwerking. En die gaat ervoor dat er geen angst is. Maar dat jij je gewoon je mag neer gaan zetten zoals jij bent. Want we hebben jou nodig met je giften. Dus wil je echt op diep niveau met je intuïtie te maken krijgen en je verlangen te ontdekken, dan zou ik dit boek zeker gaan lezen.